Ja, vanavond spelen weer de Rode Duivels. Deze keer tegen Italië. En ja, dit is toch wel een moeilijke tegenstander. Ik denk dat zowel België als Italië ongeveer even sterk zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd wie deze wedstrijd gaat winnen. Tijd voor het volkslied. Zowel Italië als België hebben de vorige ronde maar niet overleefd. Ze gaan voor een 4-3-3. Oké, de Belgen mogen beginnen. Hazard heeft de bal. Kan hij het doen? Hij past dan naar zijn broer. En Italië onderschept. En de Belgen hebben weer bal. Mooie bal naar Mertens. En Mertens kan er helaas niet door. Hier Lukaku aan de bal. Lukaku kan er niet door. Misschien nu dan. Naar Meunier. Die kan misschien voorzetten. Of zelf gaan. En de save van de keeper. Hier is Italië. En doen een voorzet en Courtois onderschept gelukkig. Hier zijn ze weer, de Italianen. Gaan ze scoren? Nee. En tot zover hun kans. En dan gaan we zo rusten, zeker. Oppas, Italië is hier in de aanval. En oeh, dat was een goed verdedigd. En nu is het aan België om iets te doen. Oké, wissel. Carrasco gaat erop komen. Voor Italië gaat ook even een wissel doen. Hazard. Hazard, kan hij hem voorzetten? Niet goed genoeg. Even een random wave in het stadion. Is wel mooi om te zien. Hoe Italië is weer hier in aanval. Misschien dat het nu kan, want hier is Carrasco. En Carrasco gaat. Kan hij scoren? Oh, wat? Nee, hij scoort niet. Nee. En nu gaat Italië in aanval. Mooie pas van hun. Hier Lukaku. Lukaku aanvallen. Nee, hier regelt die verdediger afgaan. Italië scoort hier. Of het gaat verlengen zijn. Hoe gelukkig onderscheppen ze hier. En het wordt een verlenging. Oké, we beginnen aan de eerste verlenging. Nog een wissel. Trossard gaat er nu op. Is er nu op. Hier is Lukaku. Ja, Lukaku. Scoren. Ah, jammer. Hij heeft er wel een hoekschop uit gehad. De Bruyne zal hem nemen. Joe, gaan ze scoren? Ze scoren! Oké. Het is Hazard met zijn doelpunt. Heel erg belangrijk doelpunt. Hij viert hem met Lukaku. Hier Italië en de Belgen onderscheppen. Nu gaan we zo eindigen met de eerste verlenging. Ik denk de laatste wissel. De Bruyne gaat eraf. En in zijn plaats komt dan De Donker. Zo, dat was dan de eerste verlenging. Hier Italië aan de bal. En ook Courtois redden. Maar het was toch buitenspel. En hier nog een kans voor Italië. Kunnen ze nog gelijk maken? Oeh, dat was even een trap uit het niets. En halen de laatste hoekschop uit. Italië trapt hem. En ze koppen hem over. Oké, de wedstrijd is afgelopen, denk ik. De Belgen winnen. En ja, gaan zo door naar de halve finale, want dit was de kwartfinale. Dus ja, ik hoop dat ze vanavond in het echt ook zullen winnen. En dan bedankt voor het kijken naar deze video. Dan zie ik je weer terug bij een volgende video, dus. Doei doei!